heb al veel geleerd over natuurinclusiviteit in Amsterdam. En het heeft me wel wat gerustgesteld. Maar hoe zit dat in de provincie? Daar is toch gewoon al veel natuur? Of is dat mijn stadsgedachte? En hoe hebben ze daar last van klimaatverandering? Hoe zit het met biodiversiteit? Ik ben benieuwd hoe ze in Winterswijk omgaan met hun versnelde paden naar de natuurinclusieve stad. Ik ben benieuwd hoe hier in Winterswijk wordt omgegaan met natuurinclusiviteit. Kan je mij daar wat meer over vertellen? Zeker. Zoals je hier ziet, we staan bij naast de beek, de Wemerbeek in Winterswijk. Die is heel belangrijk voor Winterswijk. Eigenlijk als we kijken naar vroeger is eigenlijk Winterswijk ontstaan rondom deze beek. En later is hier de textielindustrie heel groot geworden. Nou, wat zegt dat eigenlijk? Dat veel verstening is gebeurd, hè, veel fabrieken gebouwd, maar ook veel arbeiderswoningen. De beek heeft een bepaalde capaciteit. Heel veel water willen we daarna afvoeren. Hè. Die versteende wijken die houden geen water vast. Dus ze voeren alles af. En daardoor hebben we steeds meer wateroverlast hier. Je zei net vergroenen in versteende wijken. Dit is toch groen? Wat is vergroenen dan? Winterswijk, eigenlijk is het heel groen. Het buitengebied vooral. Maar het centrum dus niet. Wat we eigenlijk gewoon willen is dat er meer schaduw komt, hè, voor de hittestress. Dat er meer open grond is om het water vast te houden. Ook in tijden van droogte. Hè, want we hebben hier ook best wel veel last van droogte. Want we zitten hier op een plateau. Dus we hebben heel veel verschillende grondlagen in Winterswijk. En dat maakt het ook wel heel uitdagend. Nou, ik ben heel benieuwd. Kan je mij wat meer laten zien van de beek en van Winterswijk? Zeker, kom maar mee. Leuk. Hier zie je dus de beek lopen. Ja. De beek heeft nu heel veel ruimte hier gekregen. Dus ook heel landschappelijk ingepast. En wat je hier eigenlijk ziet, dat die hier beek in het geval dat er echte opstoppingen vooral door het centrum komen, dat die hier echt uit zijn oevers kan treden. Dus eigenlijk wat we in de rest van Nederland doen, gaan we eigenlijk hier ook doen. Ja. Ja, mensen moeten er wel echt aan wennen. Dus als je hier ook ziet, hè, dat je grassen laat groeien, dat je bloemenmengsels gebruikt, kruidenmengsels gebruikt, hè, dat het gras dus wat hoger staat, dat is heel goed voor de biodiversiteit. Maar mensen die vinden het niet netjes eruit zien. Die willen graag de kantjes netjes gemaaid, hè, eigenlijk hoe we het vroeger deden. Maar dit helpt wel heel erg om die natuurinclusiviteit te waarborgen en ook de klimaatopgave. Hier loopt dus de Wemerbeek, die gaat hier het centrum in. Dus hier gaat hij ondergronds. Hier komt hij eigenlijk in een duiker terecht, wat helemaal door het centrum van Winterswijk gaat. En aan de andere kant van het centrum eigenlijk weer naar boven komt. Ja. Dus je ziet wel, er gaat best wel veel water in, nu al. En zeker met piekbuien, dat is dit echt snel overbelast. En dan hoopt het zich hierop, dat kan. Dus dan zie je echt dat hij hier tussendoor stroomt. En met herontwikkeling van dit, dat hij echt wel weer graag naar boven willen halen. Nou kijk, daar heb je Shannon. Daar draag ik je nu aan over. Okay. Zij weet alles eigenlijk van klimaatadaptieve steden. Nou, leuk. Ik ben benieuwd. Ja. Hallo. Hallo. Ik heb mij laten vertellen dat jij alles weet over klimaatadaptieve steden. Daar kan ik je zeker wel iets meer over vertellen. Ja, we staan hier vandaag in Winterswijk. En we staan hier in een best wel drukke straat. En daarin wil ik het eigenlijk even gaan hebben over het natuurlijk systeem. Want dat natuurlijk systeem, dat ligt recht onder onze voeten. En ik sta erop. Je staat erop. Oh, kijk. Dat valt misschien in eerste instantie niet zo op, omdat het helemaal bestraat en veel huizen in de buurt zijn. Maar het is er wel degelijk. En dat natuurlijk systeem, dat is eigenlijk een samenhang tussen de bodem, het relief en het watersysteem. En dat vormt eigenlijk de basis van alles. Het is de leeflaag waarop we wonen, waarop we werken. Hier zie ik typische winkelstraattegels. Hier is het groen. Wat ligt hier in het midden? Waar sta ik op? Je staat op een goot tot als het echt hard regent en het groen het niet meer aan kan, het water toch weg kan en niet op de straat blijft staan. Waar we nu staan, we staan in het beekdal. En het woord beekdal zegt het eigenlijk al een beetje. We staan in een dal, in een laag gelegen deel. Ja. Dus als we kijken naar de omliggende landschappelijke eenheden, zie je dat die wat hoger liggen. Dat houdt in dat we hier wat sneller te maken hebben met klimaatrisico's als wateroverlast. Ja. Nou, en juist hier zijn ze er eigenlijk best wel goed mee omgegaan. En ik ben met Thijs langs de beek gelopen. Ik heb gezien hoe die beek onder de stad in de grond in verdwijnt eigenlijk. Die beek is dus onder Winterswijk. Waar is die beek nu? Waar komt die weer boven? Ja, die beek die stroopt in een gigantische duiker door het centrum heen. En die komt eigenlijk op een heel mooi groen plekje weer boven. Okay. Vind je het leuk om samen te gaan kijken? Absoluut, ja, zeker. Dus die beek ligt onder ons hier? Ja, dat klopt. Ik zie hier her en der wat groen. Wat kan ik nou zelf doen? Ik woon zelf in de stad. Wat kan ik zelf doen als ik meer groente heb om me heen?
Ja, effectief groen hoeft niet groot te zijn. Als je om je heen kijkt, zie je her en der ook kleine geveltuintjes. Ja, ja. En ook dat kan een hotspot zijn voor biodiversiteit of een plek zijn waar het regenwater heen kan. Het begint op kleine schaal en juist het verbinden daarvan is belangrijk. Want om je heen zie je her en der ook wat vogelhuisjes hogerin. Ja, en die vogels die hebben een aanvliegroute nodig. Dus juist door kleine stukjes groen te combineren en te zorgen dat er ook voedsel is voor de vogels, door middel van insecten, creëer je juist die natuurlijke verbinding door de stad. Ja. En hier zien we dus dat die beek weer uit de duiker komt. Ja. We zien meteen weer de natuurlijke invloed en de kleine meander terugkomen. We zien veel verschillende typen vegetatie, grassen, maar ook grotere bomen die er staan. En als we hier om ons heen kijken, dan zien we dat stukje wateropslag en natuur eigenlijk hand in hand gaan. Die ruimte voor de beek die creëert ook meteen veel meer diversiteit in de beplanting. Ja. Maar ook in de bijen en in de vlinders. En het maakt een fantastische plek om doorheen te fietsen of te wandelen. Ja, en de pas, die wijk hebben we net afgerond, samen met Heijmans. Nou, en er liggen voldoende voorbeelden van parkeerplekken met halfverharding, maar ook wadi's. Ja, daar kan Mark je van alles over vertellen. Oké, in Winterswijk hebben ze dus ook te maken met natuuropgaven en het veranderende klimaat. Bij het maken van de goede keuze wordt er rekening gehouden met het natuurlijke systeem. Door te begrijpen hoe het landschap in elkaar zit, kunnen we beter inschatten welke gebieden meer of minder kwetsbaar zijn voor klimaatopgaves als wateroverlast, droogte of hitte. Hi Mark! Hallo, hoi. Mij. Hoe is het? Goed, ja? Ik ben er naartoe gestuurd omdat jij mij alles kunt vertellen over speciale parkeervlakken met half bestraat. Speciale parkeervlakken, parkeervakken noemen we ze hier. Je ziet hier de parkeervakken, dat is met een half open verharding. Dit is een dichte verharding, dit hebben we bedoeld als de rijbaan. En dit is zeg maar de verharding waar uiteindelijk regenwater zou moeten infiltreren in de ondergrond. Ja, want het water loopt eigenlijk door tussen die openingen door, kan het weglopen. Ja, daar kan groen ontstaan, dan kan het water weglopen. Dat zorgt voor meer groen, meer verkoeling in de wijk. En uiteindelijk ook voor de mogelijkheid tot infiltratie. Dus water vasthouden, daar waar het valt. Ik zie hier, we staan voor een mooie speeltuin. Veel groen, gootjes, slootjes. Slootjes, spelen. Lijkt ook weer veel te gebeuren met water, omgaan met water. Wat? Hier gebeurt ook weer veel met water. Deze slootjes zijn aangebracht om in ieder geval het regenwater dat valt in de wijk en wat opgevangen wordt met een riool, dat kan uiteindelijk bij heftige regenval kan het hier overstorten, zodat het in deze wijk, deze watergangjes volkomen te lopen en uiteindelijk wordt afgevoerd naar een volgende sloot. Hier gebruiken we dat om kinderen te laten spelen. Wij van Heijmans hebben samen met de gemeente zeg maar, in de buurt samen afgesproken hoe we deze speeltuin vorm mogen geven. Dus de buurt heeft inspraak gehad eigenlijk in het ontwerpen, meedenken van dit gebied hier? De buurt heeft inspraak gehad eigenlijk in de hele wijk, maar ook met name in deze speeltuin. Er is een speciaal comité voor opgericht, buurtbewoners, Heijmans en gemeente. En samen zijn we gekomen tot deze oplossing. Om hier ook weer drie dingen samen te laten komen: vergroening, spelen en water. Jij vertelde net over de wadi. Is dit nou zo'n wadi waar we nu staan? Ja, dit is het voorbeeld van zo'n wadi die ook weer terugkomt in de speelvoorziening. Dus ook hier heeft de wadi eigenlijk weer een gecombineerde functie. Spelen met water in de zomer, vasthouden van water in de zomer. En daar waar het te hard regent of te veel heeft geregend, kan het wegstromen daar in die put. Samenwerken met elkaar en met de natuur is de oplossing om te komen tot leefbare, natuurinclusieve en toekomstbestendige steden.